Goeiedag beste kijker en zeer welkom bij Het Gesprek. Een speciale editie dit weekend waarmee we met u een zeg maar ongelukkige verjaardag vieren. Een jaar geleden was er in ons land het eerste corona-overlijden. Amper een week later, op 10 maart, ging de eerste lockdown in. Een jaar later is er slecht nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat we nog steeds in een tweede coronagolf zitten. Het goede nieuws is dat de massale vaccinaties zijn begonnen. Mijn volgende gast is de absolute speelfiguur van het coronabeleid in Vlaanderen. We kijken met hem terug, maar blikken vooral ook vooruit voor CD&V, Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke. Zeer welkom, meneer Beke. Goedemiddag. Ja, meneer de minister, hier zitten we nu in de studio. Had u zich een jaar geleden, toen dat virus nog een exoot was dat hier opdook, kunnen inbeelden dat we daar een jaar later nu nog op deze manier over zouden praten, dat het zo groot ging worden? Die eerste 10 dagen van maart die hebben toch wel heel veel dingen in beweging gezet. Hè. Eind februari, begin maart spraken de experten, de virologen nog over een virus dat zoiets zou betekenen als een zware griep. Een week later heeft de Wereldgezondheidsorganisatie dit virus tot een pandemie uitgeroepen. En bleek ook dat de cijfers en de prognoses die de experten ons voorhielden totaal achterhaald waren. En dat we dus met een veel gevaarlijker virus zitten dan tot dan toe gedacht. Ja, inmiddels kennen we dat virus beter. Even over vandaag dan. Er was in de loop van deze week hoopgevend nieuws. Het vaccin AstraZeneca mag dan toch toegediend worden aan 55-plussers. Daar was twijfel over de effectiviteit ervan. Wat nu wel rest is dat er bij heel wat mensen mogelijk twijfel is gezaaid over dat vaccin AstraZeneca. Misschien moet daar nog wat vrees of aarzeling overwonnen worden? Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we met een zeker perspectief kijken naar die vaccinatie. Een jaar geleden ook zei men, dit gaat jaren duren vooraleer dat we met vaccinaties op de markt gaan kunnen komen. Dat gaat jaren duren vooraleer dat we met goede vaccins gaan zitten. Wel, we zijn een jaar verder en we hebben nu minstens al 3 vaccins die goedgekeurd zijn door de Europese Gezondheidsorganisatie. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson komt er ongetwijfeld ook nog aan. CureVac waarschijnlijk ook nog. En dus dat is, als je dat met een zeker perspectief bekijkt, wel ontzettend snel. Maar natuurlijk gaat het voor de mensen te traag, omdat zij zitten met de vraag, we leven nu gedwongen onder een aantal maatregelen, wanneer kunnen we die toekomst terug vastnemen, wanneer kunnen we de samenleving terug aan de mensen geven? En dat is natuurlijk ook een terechte vraag, dat is ook een heel terecht gevoel, waar heel veel mensen ook onder gebukt gaan. Mensen die onvoldoende naar school zouden kunnen gaan zoals ze dat zouden willen, mensen die hun hobby kunnen niet uitoefenen, mensen die naar hun familie niet kunnen gaan, mensen die ook niet hun normale professionele relaties kunnen onderhouden zoals men dat zou willen, want telewerken, het is gemakkelijk gezegd, doe het maar. Maar als je dat 5 dagen op 7 moet doen, als je geen echte contacten kan hebben met je collega's, is dat voor vele anderen toch nog wel iets anders. Hè? Want heel veel van onze jobs in onze samenleving bestaan ook uit het relationele. We halen veel uit de ander. We leren onszelf versterken, onze kwaliteiten verbeteren, onze capaciteiten vergroten in relatie tot die ander. En op een digitale manier is dat toch anders dan op een echte manier. Dus die drang die is er zeker en die is ook te begrijpen. Maar als we daar een antwoord aan willen geven, ja, dan moeten we inderdaad zorgen dat de mensen gevaccineerd worden. En dan moeten we zorgen dat de meest kwetsbaren het eerst gevaccineerd worden. En dat is ook onze hele vaccinatiestrategie geweest. Laat de oudsten eerst vaccineren. We hebben dat gedaan in onze woonzorgcentra, daar zijn we mee rond en we zien de resultaten. Namelijk, de ziekenhuisopnames uit onze woonzorgcentra, die dalen drastisch. Het aantal overlijdens daalt drastisch. Dus die vaccins, die werken. De vraag was, wat met het AstraZeneca-vaccin? Want dat was in de voorstudies, in de zogenaamde klinische studies, onvoldoende uitgetest bij de groep van 65-plussers. Daarbij was niet gezegd dat het niet zou werken, dat het verkeerd zou werken of dat het implicaties zou hebben die moeilijk zouden zijn. Alleen er was een factor van onzekerheid. En omdat nu net dat vertrouwen, zoals u zelf zegt, zo belangrijk is, heeft de Hoge Gezondheidsraad dan aangeraden om het voorlopig niet toe te dienen en te kijken naar verder onderzoek. Die verdere onderzoeken die zijn nu binnen. En wat leren we uit die onderzoeken? Uit die onderzoeken leren we dat het AstraZeneca ervoor zorgt dat ook bij 65-plussers de mensen weggehouden worden uit die ziekenhuizen. Dat is de belangrijkste parameter
om naar die toekomst te kunnen kijken. Ja. En dus, dat is de reden waarom dat we inderdaad de beslissing hebben genomen, om dat dus ook voor de mensen ouder dan 56 jaar, want we hadden zelfs nog een grotere voorzichtigheidsbuffer ingepland, om dat ook voor deze mensen in te zetten. U stipt hier een aantal zaken aan, zoals de impact op het sociale leven van mensen, van telewerk tot eenzaamheid. Daar gaan we het straks zeker over hebben, ook wat dat betekent voor post-coronatijden of wat we daaruit geleerd hebben. Ik keer even terug naar die beslissing in zaken AstraZeneca, goedgekeurd dus. We kunnen van start daarmee, 55+. Tegelijk blijkt dan nu ook meteen persagentschap Reuters meldt dat er minder geleverd wordt tijdens de lente van AstraZeneca. Toont dit ook, hoe mooi die wetenschap ook is en de krachttoer die ze getoond hebben met die vier vaccins inmiddels al. Tegelijkertijd blijken we daar ook zeer afhankelijk van, van wat die pharma al dan niet levert. Dat lijkt momenteel wat alles te bepalen, een hele tempo. Ja, dat is ook zo. Wij kunnen maar vaccineren op het ritme van de vaccins die binnenkomen. En in Vlaanderen doen we dat goed. Hè. We doen dat ook op verschillende fronten. We doen dat in de woonzorgcentra, we doen dat op dit ogenblik in de gehandicaptenvoorzieningen, we doen dat in de ziekenhuizen. En we zijn ook gestart in onze vaccinatiecentra. In Vlaanderen, de vaccinatiecentra, die zijn klaar. Dat is niet zo in Wallonië. In Brussel heeft men wel de zaal klaar, maar is het logistiek veel minder georganiseerd en uitgebouwd met alle beelden van dien die we deze week gezien hebben, een hoop chaos. Dat hebben we bij ons niet. Maar om ze volop te kunnen laten draaien, hebben we natuurlijk wel die vaccins nodig. Ja. En dat is een heel belangrijke factor. Nu, ik ga niet mee in het gemakkelijke verhaal van het bashen en het polariseren van die bedrijven. De Big Pharma die schuldig is en het wordt dan wat een doelwit, hè, want vaak gaat misschien al te vaak de schuld afschuiven op die bedrijven. Ja, maar dat hebben we het voorbije jaar al op vele fronten gezien, dat men heel snel zoekt naar de schuldigen hier of daar, terwijl de waarheid is dat we er samen moeten doorkomen. Zonder die bedrijven en zonder de know-how van die bedrijven zouden we op een jaar tijd geen vaccin hebben gehad. Ook dat is een waarheid. Maar de productiecapaciteit en het productieapparaat moet natuurlijk wel beter. En dat is wel frustrerend. Ik neem de bedrijven niet kwalijk dat ze tijd nodig hebben. Ik neem ze wel kwalijk dat ze hun productievooruitzichten, dat ze die telkenmale naar beneden herzien, want dat is frustrerend. Ja. Dat hebben we in het begin gezien met Pfizer, dat hebben we al een paar keer gezien met Moderna en dat zien we ook met AstraZeneca. Want dat zorgt ervoor dat we telkens moeten schakelen en voorlopig iedere keer ook terugschakelen in de mogelijkheden om de mensen te kunnen vaccineren. Maar de vaccins die wij ter beschikking hebben, die worden ASAP ingezet bij de mensen. Over die vaccins ook. U bent voorzitter van die interministeriële conferentie. Die ging dan ook, of bekeek dan ook, die aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Een ander element was eventueel de tijd wat verlengen tussen het eerste en tweede Pfizer-BioNTech-vaccin van 21 dagen naar mogelijk richting de 40. Dat was een mogelijke piste wat betreft de Hoge Gezondheidsraad, maar jullie zijn er uiteindelijk niet in meegegaan en dan wel om juridische redenen in zaken aansprakelijkheid. Welke juist? Wel, wij zijn er nog niet in meegegaan. Nog dus niet, is, ja. Wel, ja, dat is toch wel belangrijk. Wij hebben heel duidelijk dat advies gelezen. Men heeft gezegd, ja, dat kan, hè, zeker als de epidemiologische toestand het toelaat, dat wil zeggen, als je met een toenemende haard van besmettingen zit, ja, dan kan je dat wel oprekken van 21 tot 35 dagen. Dus dat is belangrijk. Maar de vraag is niet alleen kunnen we dat, de vraag is ook mogen we dat. U weet dat het Europees Geneesmiddelagentschap een toelating heeft gegeven onder een aantal voorwaarden en dat er ook contracten zijn afgesloten. En dus dat gaat over aansprakelijkheden. En daarvan hebben we gezegd, laat ons dat nog een paar dagen bekijken. Volgende week woensdag komen wij terug met de interministeriële conferentie en hopen die adviezen te hebben. We zijn ook niet het enige land die die vraag stelt. Er zijn nog een aantal landen die die vraag gesteld hebben van, ja, hoe zit dat precies? Kunnen we dat? Mogen we dat? En als dat kan, dan zal dat ook wel een belangrijk element zijn. Maar belangrijker nog is dat we toch wel met dit advies in de hand een stukje scherper nog voor de wind kunnen varen. Ja. Gezien die leveringsonzekerheid van de voorbije weken hielden wij toch wel stevast aan de idee dat we bij het zetten van het eerste spuitje ook het tweede spuitje moesten in de koelkast houden om ervoor te zorgen dat die tweede spuit ook binnen de 21 dagen kon gezet worden. Vermits dat men nu zegt, ja, als dat dan eens 28 of 35 dagen is, is dat niet erg. Betekent het ook dat we minder stok, minder buffer nodig hebben en dus dat we met een buffer van één week tijd
volstaan om eventuele schommelingen in de leveringen op te vangen. En daardoor, als we die twee elementen samen nemen, namelijk AstraZeneca ook voor 65-plussers kunnen inzetten, daar winnen we 2 weken mee. En met Pfizer die buffer een stukje naar beneden te kunnen brengen, winnen we ook 1 à 2 weken. Wel, dat zijn belangrijke dingen. Betekent dat nu dat het een totaal andere strategie zou zijn of dat we daardoor plots alles hebben veranderd? Nee. Maar het zijn al die kleine elementen samen die maken dat we wel zo snel als mogelijk zoveel mogelijk mensen gevaccineerd kunnen krijgen. Wel, over dat vaccinatietempo, om maar even te schetsen welk scenario nu voorligt. In acht genomen dat daar mogelijke schommelingen kunnen zijn in de leveringen. De eerste brieven naar, ik zal maar zeggen, de brede bevolking, na zorgpersoneel, woonzorgcentra en dergelijke meer. Eerste brieven naar brede bevolking, 85-plussers, gingen deze week de deur uit. Wanneer komen de 65-plussers aan bod? Want daar was nog de ambitie van, ja, omstreeks 15 maart, midden maart, maar dat is binnen een goede week. Dat is een grote groep en dat is vrij snel. Wel, dus de eerste groep van de 85-plussers, dat zullen ze nog niet allemaal zijn, want we kunnen ook maar de mensen oproepen als we de vaccins hebben, uiteraard. De eerste groep die zal in de week van 15 maart worden gevaccineerd. Die brieven die gaan inderdaad deze week nog de deur uit. En ik denk dat we een week of twee zullen nodig hebben om de groep tussen de 100-jarigen en de 85-jarigen gevaccineerd te hebben. En nadien komt dan de tweede groep, dat wil zeggen de groep tussen de 75 en de 65-jarigen aan bod. En intussen zijn we ook bezig aan het opmaken van de lijst van mensen met onderliggende aandoeningen. Want die zullen natuurlijk dan ook daarmee vermengd worden. En die zullen dan in die tweede, die volgende fase aan bod komen. In die zin moet die komende periode van maart, april, zeg maar, de prille lente, dat wordt een Herculesopdracht, hè? Een steile klim. Om maar te zeggen, alleen de groep van 65-jarigen in heel ons land, België, in een vrij vergrijzende samenleving, dat gaat over 3,3 miljoen mensen, dacht ik. Dit gaat over enorm grote groepen van mensen. En van de grootste logistieke operatie ooit sinds de Tweede Wereldoorlog, zou ik denken. Ja, de hele vaccinatieopdracht is inderdaad de grootste logistieke operatie. En het is natuurlijk ook wel een hele logistieke operatie. Want de mensen kijken vaak alleen maar naar het leverschema van de vaccins, maar daarmee zijn ze nog niet in Vlaanderen, zijn ze nog niet in onze vaccinatiecentra en zijn ze ook nog niet tot bij de mensen natuurlijk. Hè. Dat is een hele logistieke operatie die daarachter zit. Daar wordt ook met ontzettend veel mensen met man en macht aan gewerkt. En toch ook wel chapeau voor diegenen die dat allemaal doen. Wij maken daar de draaiboeken voor klaar, maar op het terrein wordt het wel waargemaakt. Ik heb dus morgen meegedraaid. Een uurtje als vrijwilliger in zo'n vaccinatiecentrum, ook om het dus allemaal heel goed te zien en in de vingers te hebben. Wel een enorme chapeau voor al die mensen die dat toch wel doen. Ja, ik wil met u even terugblikken op pakweg een jaar geleden. Ik citeer maar viroloog Steven van Gucht. En ik twijfel helemaal niet aan Smans bekwaamheid. Het was voor het illustreert maar hoe nieuw dit voor ons allemaal was, voor heel de wereld. Die voorspelde in der tijd een 13.000-tal besmettingen. En in totaal 2500 ziekenhuisopnames. Wat toen klonk als een vrij dramatisch scenario, maar vandaag de dag afgezet tegen de cijfers die we gehad hebben, toch een pak minder lijkt. In die geest zaten we toen. In die inschattingen zaten we toen. Wat was het eerste moment waarop u inzag van Houston, we have a problem en we moeten ergens ingrijpen, zoals in woonzorgcentra bijvoorbeeld? Ja, inderdaad. Ik herinner mij nog eind februari, begin maart, waarin die prognoses naar voren werden gebracht. Ook professor Mark van Ranst sprak over een virus met de impact van een seizoensgriep. Professor Herman Goossens zei, de mensen die terugkomen van Italië, die kans is toch wel bijzonder klein dat daar iets mee zou gebeuren. De waarheid is dat we ons allemaal, maar niet alleen onze virologen, de wereldwijd zich collectief toch wel mispakt heeft aan dat virus. En bij mij is het na die eerste week van maart toch wel beginnen dagen dat er iets was dat niet klopte. En die eerste signalen kregen we onder andere uit de woonzorgcentra. En rond 9 à 10 maart ben ik wel beginnen beseffen van hier is iets veel ergers aan de hand. En dat is dan een 2 dagen later
ook met een nieuwe prognose van Cienzano aan bod gekomen, waar men plots gezegd heeft, we gaan hier recht door het dak wat de ziekenhuisopnames betreft. En toen hebben we ook heel snel beslist om de ziekenhuis, de noodplanning in de ziekenhuizen te activeren en dus een ontplooiing te doen van veel meer intensive care bedden. Ik ben toen in dat weekend op bezoek geweest in een woonzorgcentrum, maar ook in een ziekenhuis, in Heus de Zolder, Sint Franciscus ziekenhuis. Ja, dat was eerlijk gezegd een onwezenlijk beeld. Dat was een hele grote war room, waar dokters en verantwoordelijken bezig waren met pancartes aan de muren om patiënten te verzetten, om te zien hoe dat er plots ingrepen moesten gebeuren om covid-afdeling en non-covid-afdeling van elkaar te onderscheiden. Mensen op te bellen, dat was echt wel onwezenlijk. En dus toen, in die dagen wisten we, hier moet het geweer van schouder veranderd worden. Ik ben als een van de eerste die beslissingen daaromtrent genomen heeft. Het bezoekrecht stopzetten in de woonzorgcentra is de eerste lockdownmaatregel tussen aanhalingstekens die dat er genomen was. Dat heb ik ten nodig gedaan, heel goed beseffende dat het een ontzettend grote impact zou hebben. En ook goed beseffende dat dit niet iets was voor een paar dagen, want dat was collectief het beeld. De eerste week was het van, wow, het is een griep die op ons afkomt. De tweede week was van, oei, Houston, we have a problem. Maar als we dat hier voor een paar weken doen, dan zijn we er wel vanaf. Ja, hoe korter dat we dan bij de paasvakantie kwamen, hoe meer dat we beseften van dit zal niet zomaar voor 14 dagen of 3 weken zijn. En velen dachten toen nog, ik herinner me dat zeer goed van. In de zomer ging het wel in orde komen, hè? Wel, was die ja, idee. Die... Maar de eerste versoepelingsmaatregelen hebben dan begin mei kunnen doordoen en voorbereiden. Maar intussen waren we toch ook al 9 weken verder. Ja. Om even op die, er is dan een rollercoaster begonnen, u zei het net, ja, die periode april was, men zag het acute ervan niet, het was een crisissituatie. Dat was al vanaf de tweede week van maart, ja. Waren de verantwoordelijken op het terrein, ook de ministers, ook ikzelf denk ik wel, ons zeer goed bewust van het feit dat dit geen gewone griep was. Het ging er politiek ook stevig aan toe. Ik herinner mij hier de plenaire zittingen omstreeks midden april. Corona sloeg toen hard toe in de woonzorgcentra. Er werd er natuurlijk ook naar u gekeken. U zat in zwaar weer. We gaan niet heel de reconstructie maken van wat er nu het voorbije jaar is gebeurd. Maar ik wil meteen naar u komen als politicus. Als u achteraf terugkijkt, denkt u van dat of dat had ik toen anders moeten aanpakken? Wat begrijpelijk zou zijn, vermits men het virus nog niet helemaal kende. Wel, zoals ik daarnet zei, het feit dat we, dat we in die eerste week van maart een inschatting kregen die veel minder erg was, heeft er ook wel voor gezorgd dat we later in een hogere actieradius zijn geschoten. Dat is één. Twee, achteraf beschouwd zijn er zeker zaken die we anders en beter hadden kunnen doen. En u verwijst naar de vergaderingen hier in het Vlaams parlement. Achteraf bekeken, zeker wat de commissie betreft, denk ik dat we daar samen met de regering, ik als minister, maar ook met het parlement, toch heel veel goede zaken gedaan hebben en ook heel veel lessen getrokken. 95 aanbevelingen die we ook ter harte hebben genomen. Wij waren, laten we eerlijk zijn, wij waren vanuit Vlaanderen niet klaar voor zo'n pandemie. In de regelgeving staat dat pandemie, crisisbeheersing een federale coördinatie vraagt. En we gingen ervan uit dat dat ook wel zo zou zijn. Dat als er mondmaskers moesten zijn, dat we alleen maar moesten bellen om die federale stok te kunnen aanspreken. En die bleek er niet te zijn. Ja. Dat als het ging over testen, dat daar wel voor gezorgd worden. En dan bleek dat er onvoldoende testen waren. En men heeft mij in die periode dikwijls gezegd, maar ja, meneer de minister, waarom schiet je niet meer op die anderen? Waarom zoekt je de contramine niet op met die anderen? Want ik kan niet zorgen voor... Ja, je had er iets communautair van kunnen maken. Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat de mensen daar... op dat ogenblik willen de mensen oplossingen zoeken. En we hebben oplossingen gezocht. We hebben vastgesteld dat er geen federale maskers waren. We hebben Vlaamse maskers gekocht. Alleen waren die er natuurlijk niet op het moment dat bleek... Dat er geen federale stok was.
Ja, dat is een bittere waarheid. En we zijn toen op die internationale markt moeten gaan zoeken, zoals heel de wereld. Ja, dat waren die 5 miljoen maskers toen. Het vliegtuig moest dan nog omvliegen langs Rusland. Heel de wereld graaide ook naar mondmaskers toen. Inderdaad. Dus dat over die turbulente periode. Laat ons eens vooruitkijken, hè, want hoop doet leven en er komt ooit een post-corona-tijdperk. Nu, er zal misschien iets blijven hangen. Ik wil het hebben over bijna de sanitaire reflex die we hebben. In Zuidoost-Azië zag je dat na de SARS-crisis, het gebruik van een mondmasker daar in het openbaar leven, in gebruik is gebleven. Sowieso ook al een cultuur van elkaar minder fysiek begroeten. Wat zal volgens u een blijver zijn in het dagelijks publieke leven? Het mondmaskertje, het gebruiken van gels. Welke dingen gaan blijven hangen? Ik denk dat het begroeten met de hand iets is waar we nog lang veel weigerachtigheid zullen tegenover hebben. Omdat we er bang van zijn of omdat we het afgeleerd hebben? Ik denk voor een stuk omdat we het afgeleerd hebben. Dit was een stuk van onze cultuur, van onze gewoonte. Dat is het vandaag niet meer, integendeel. We voelen ons bedreigd als er iemand een hand uitsteekt. En dat is misschien iets dat we toch gaan zien, dat we dat op een andere manier gaan doen. Het begroeten van elkaar, dat kan ook anders. Alhoewel ik het elke dag nog wel mis, want ik vind een fysiek contact nog altijd iets anders dan het opsteken van een hand of het krijgen van een elleboog. Ja, het is een verandering van een handeling, van een gewoonte, net zoals wij jarenlang met een vreemde blik keken naar die Aziaten in Zuidoost-Azië die na SARS een masker droegen. Ja. Inderdaad, wat de maskerdracht betreft, dat heeft ook veel nadelen. Veel nadelen op vele vlakken. Hè. Voor de mensen in het algemeen, dat merk ik ook als ik mijn mondmasker op heb, bijvoorbeeld bij een tv-interview. Er zijn ontzettend veel mensen die hardhorig zijn, die niet... die het niet kunnen horen, als er dan geen ondertiteling is, dan missen ze een stuk van de communicatie. Ja, wat doe je dan met die mensen? Maar ook bijvoorbeeld op een school of in een woonzorgcentrum, waar je mensen hebt, veel mensen hebt, die lijden aan dementie, waar non-verbale communicatie vaak de enige vorm is van communicatie. Ons gelaat, ons gezicht is ook een deel van ons zijn, van onze communicatie, van de manier waarop dat we ons voelen, hoe we de zaken uitdrukken. Hoe dikwijls is in een vergadering een non-verbale communicatie, de manier waarop dat je iemand aankijkt, niet veel meer betekenend dan de tussenkomst die dat je doet. Ja. Dus dat is in ons manier van doen, van ons zijn, of dat je nu jong bent of oud bent, is dat van een ontzettend groot belang. En we nemen dat door een mondmasker wel een stukje weg. En dat verhindert toch velen in het dagelijkse leven. Ik hoor dat ook als ik... met mensen in school spreek, hè, dat is heel gemakkelijk gezegd, hè, dragen allemaal een mondmasker. Ja, een hele dag. Hele dag, buiten het feit dat fysiek toch ook wel wat extra inspanningen vereist. Ja, je neemt een stuk communicatie en contact van mensen weg. Ja. Nog een ander element, hè. U had het over die handgeven, waar we nu misschien de reflex zullen hebben van dat niet te doen. Als het gaat over plaatsen waar veel mensen bijeenkomen, allerhande plaatsen. Ik heb niet alleen voor festivals, maar ook een drukke winkelruimte, noem maar op. En dan die handshells. Zullen daar reflexen blijven of zullen we daar misschien geadviseerd blijven krijgen van let daar wat mee op? Het heeft ons alleszins geleerd. We zitten nu midden in het griepseizoen. Ja. We hebben nogthans weinig mensen die vandaag ziek zijn door de griep. Dat heeft ook te maken met de afstand. Dat heeft te maken met het feit dat we minder fysiek contact hebben. Dat heeft te maken met het feit dat we met handshells werken. Dus dat is misschien ook wel een les dat op het ogenblik dat er griepseizoen is, dat we dan toch dat wat meer indachtig zijn. Want in een normaal jaar vallen er ook honderden mensen die komen te sterven door griep. Hè. Dat is op zich geen nieuwigheid. Nu zien we dat veel lager is en dat heeft wel ook met deze maatregelen te maken. En ik voel zelf ook wel aan dat als je op tv beelden krijgt uit het verleden met veel mensen, dat je vandaag zoiets hebt van oei, 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 oei. Dus iedereen heeft een spontane reflex van, is dat wel goed?
Maar langs de andere kant denk ik dat als we dit ene keer doorkomen, dat we ook wel hunkeren naar momenten, ook massamomenten, om terug samen te kunnen zijn. Een element is ook, en u had het dan over de griep, zijn wij misschien ook als dat is nu zeer algemeen, maar als westerse generatie de voorbije decennia door de moderne geneeskunde verwend geweest in die zin dat wij geen generatie zijn die opgroeide met regelmatig terugkerende vrij collectieve, ik zeg niet pandemieën, maar ziektes, denk maar aan een polio, een Spaanse griep. Dat zat niet meer in onze reflex dat dat een risico is. Nu zijn we geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Zullen we ook alerter blijven? Het is niet maar zomaar een griepje. Dat griepje kan zeer kwalijk zijn voor ouderen bijvoorbeeld. Een voorzichtigheidsreflex. Ja, dat is zo. En dat geldt voor de fysieke gevolgen van een griep, maar dat geldt ook voor de mentale gevolgen. Hè. We zijn veel kwetsbaar. Allee, we zijn ons bewust geraakt van onze kwetsbaarheden op alle vlakken en op alle fronten. En ja, dat is misschien ook wel een les. En hopelijk is dat ook wel een les voor ons allemaal samen. Om wat dat betreft ja, ook nog datgene te koesteren waar dat we in het verleden als een verworvenheid beschouwen. En dan denk ik dat het rond het mentale misschien nog veel meer gaat dan over het fysieke. We vonden het normaal dat we elkaar konden zien. Het is absoluut normaal dat je bij elkaar op bezoek komt in het weekend, dat je samen een pint kan gaan drinken. Dat zijn allemaal heel normale zaken, maar ze worden vandaag wel als een ongelooflijk gemis beschouwd. Tijd zit er hier bij ons helaas op om af te ronden. De vraag die u ongetwijfeld elke dag meermaals wordt gesteld. Vanaf wanneer kunnen we weer iets wat normaal leven? Wat wordt de zomer van 21? Ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zullen krijgen tegen de zomer. En het zal niet van Vlaanderen afhangen. We hebben ons daarop georganiseerd om dat te kunnen doen. Als de bedrijven nu ook nog willen leveren, dan kunnen we daar toch ook al een flink stuk van de Vlamingen effectief gevaccineerd hebben. Ik denk wel, laat ons eerlijk zijn, dat de zomer van 2021 toch nog ook altijd een beetje een voorzichtige zomer zal zijn. Ik hoop dat veel meer dingen zullen mogelijk zijn dan vandaag de dag het geval is. Maar toch nog een beetje voorzichtig zijn. Ja, voorzichtig, maar toch, het wordt ooit weer zomer. Voor dit Absoluut. Gesprek over de strijd tegen de coronapandemie en ook de toekomst, post-coronatijdperk waar we naar uitkijken, zeer bedankt. Minister van Welzijn, Wouter Beke. U ook, beste kijker. Fijn dat u bij ons was. U weet, u kan al onze uitzendingen bekijken en herbekijken op onze website. Surf naar vlaamsparlement.tv. Volgend weekend is er opnieuw het gesprek. Ik zie u heel graag dan terug. Tot dan.